voor 2005 had niemand nog van het woord Aygo gehoord. Maar dat is inmiddels wel helemaal anders. Want toen Toyota met dit kleine modelletje op de markt kwam, werd het een groot succes. Inmiddels staan we naast de tweede generatie die Toyota opnieuw met Citroën en Peugeot heeft ontwikkeld. En we zijn heel benieuwd of deze weer een potje weet te breken in het A-segment. Met mijn 1,95 meter zit ik verrassend goed in deze kleine Aygo. De ruimtebeleving hiervoor in is gewoon ruim voldoende. Het is wel jammer dat ik wat in de layback modus moet zitten, doordat het stuur niet in diepte verstelbaar is. Als ik te ver met de stoel naar voren ga, ja, dan kom ik gewoon met mijn knieën in de knel. De stoelen zien er misschien wat simpel uit, maar ze zitten best wel lekker. Ze bieden comfort, maar toch ook nog wel wat zijdelingse steun. Ja, achter mezelf zitten is bijna geen optie zoals jullie kunnen zien. Maar ja, wat mag je ook verwachten van deze auto? Kindertjes kun je echt een prima plekje vinden. En dan is het extra handig dat je deze auto als 5 deurs kunt bestellen. Voor de achterbak geldt een beetje hetzelfde als voor de achterbank. Wat mag je verwachten? Nou ja, je kunt er een paar kratjes in kwijt. En door de hoge tildremmen kun je ook flink stapelen. Wat ook handig is, is dat je de bank heel makkelijk kunt opklappen. Maar goed, het houdt natuurlijk niet over. Ga er niet mee op wintersport met 4 personen. Wat vind je van de looks van deze Aygo? Ja, ik ben hem echt geslaagd. Zeker als je hem vergelijkt met de voorganger. Ja. En je ziet nu ook duidelijk een verschil tussen de drieling. Wat voorheen, ja, leek ze toch wel erg op elkaar. Klopt. Ja, echt een, ja, gewoon gaaf uit. Ja, persoonlijk vind ik het ook de leukste van de drieling. Hij is gewoon heel lekker strak. En ja, ook op straat krijg je best wel positieve reacties van mensen. En wat helemaal leuk is dat je het eigenlijk ook zelf kunt aanpassen. Hè? De X helemaal aan de voorkant is van plastic. En die kan je in allerlei kleurtjes krijgen. En dat kan ook in een later stadium. Dus als je denkt, nou, na een jaartje ben ik zwart zat, dan klik je er gewoon een ander kleurtje op. En ja, ook met de velgen kan je heel erg variëren. Je kan met het dak ook nog wat stickers en zo. Dus ja, hij is helemaal op smaak te brengen en naar eigen wens aan te passen. En ja, dat brengt ons bij de binnenkant. Ook daar vind ik echt een hele grote sprong voorwaarts ten opzichte van het vorige model. Wat vind jij de belangrijkste highlights? Ja, in het oog springt natuurlijk het grote monitor, waar, ja, waar je ook de Navi en de Bluetooth en alles op kan bedienen. Precies. En ik vind de toerentelletje, de digitale balkje, ja, vind ik ook wel grappig, ja, gedaan. Precies. En ja, het zit allemaal een stuk beter in elkaar, het voelt wat beter. Vaak gedacht dat deze stadsautootjes voor vrouwen zijn, maar wij hebben inmiddels ook heel wat spulletjes verzameld. Portemonnee, sleutels, telefoons. Kunnen we die een beetje kwijt? Ja hoor, hier heb je genoeg plek om je telefoon, portemonnee, bekers, blikken, bier en alles kwijt te kunnen. Ja, nou, onder de kap is niet zo heel veel veranderd, want wat zijn de specificaties? Ja, nog steeds een 1 liter 3 cilindertje met 69 pk. En ja, voor dit autootje is het voldoende. Je moet hem wel ver in de toeren jagen, ja, om echt de power eruit te krijgen, maar dan hoor je wel die lekkere 3 cilinder snerp. Ja, dat blijft gewoon een leuk geluid. De versnellingsbak voelt licht aan, maar wel lekker trefzeker. Ja, voor de stadsauto is dit prima natuurlijk. Ja, en wat ik ook een grote sprong vind is de pook. Die ziet er nou eindelijk eens een keer volwassen en wat luxer uit. Want in de vorige generatie, dat was gewoon echt een stok met een tennisbal er bijna op. Zo, Toyota heeft flink ingezet op comfort met deze Aygo. Is dat een beetje te merken, Laurens? Ja, zeker. Het voelt echt aan als een comfortabele wagen. En dat, ja, is zowel in de stad als op de snelweg natuurlijk lekker. Al, ja, die drempels en die klinkers. Ja, ja, hij deint zelfs af en toe een, ja, beetje. Ja, een beetje wel. En ja, op de snelweg levert dat een volwassen auto op. Hij is echt een stuk rustiger en stabieler dan de vorige Aygo, vind ik. Ja. Maar ja, aan de andere kant, wat ik jammer vind, is dat het iets lichtvoetigheid, hè, dat sluit, ja, door kruip, door in de stad ontbreekt wat. En dat komt met name ook door de besturing. Ja, het is een beetje een wollige besturing. Ja, je, ja, voelt niet zo goed waar de voorwielen zich bevinden. Nee. Het gaat, ja, misschien een tikkeltje te licht. Nou, instappen dat kan vanaf €9600. Maar we zagen even in het voorbeeldje, ja, dan heb je wel een heel kaal Aygootje. Deze, ja, versie, de X-Wave, met het canvas dakje. Wat overigens heel erg lekker is in de stad met mooie dagen.
Kost 15.000 euro, maar ja, dan heb je ook wel wat, hè? Ja, dan heb je alles erop natuurlijk. Gewoon airco, een mooi schermpje in het midden. En ja, inderdaad, wat je al zei, het heerlijke dakje, lichtmetalen velgjes die je helemaal kunt customizen. Ja, die kun je helemaal customizen, inderdaad. Maar ja, dat maakt inderdaad de prijs. En over het multimedia systeem, dat werkt overigens erg goed. En wat een leuke gimmick is, is dat je je telefoon, je Android-telefoon kunt spiegelen, zodat je die op het scherm te zien krijgt. Met iPhone, wij hebben beide een iPhone, werkt het nog niet, maar ja, wat niet is, kan nog komen. Slot, als je deze auto gaat leasen, dan is het 14% bijtelling, behalve voor automaat. En was het voor jou Love at First Drive? Ja, ik vind deze nieuwe Aygo echt een lekker bakkie geworden. Hij is op alle fronten eigenlijk gegroeid ten opzichte van de vorige generatie. Ja. Maar met name de comfortslag die ze gemaakt hebben, is op de snelweg heel goed merkbaar. Ja, daarvoor kregen we een best wel een volwassen auto. Ja. En wat vind jij ervan? Ja, ik vind vooral het uiterlijk erg geslaagd. En zeker zo in het rood is hij lekker opvallend. Ja. En wordt je zelfs nagekeken op in de stad. Ik zou alleen een iets directere stuurinrichting willen, zodat je nog beter door die stad heen kan hoeken. Maar het is echt een geslaagde stadsauto, maar hij heeft misschien nog wel de meeste sprongen op de snelweg gemaakt. Ja, heel mooi omschreven. Tip van de dag dit.